Of het een derby is, daar kun je over discussiëren. Zondag tegen zaterdag. Maar het was in ieder geval een thriller. Hoe zag jij dat? Nou, misschien wel een thriller. Kijk, ik heb wel twee ploegen gezien die redelijk aan elkaar gewaagd waren. En die voor zichzelf wel kansen probeerden te creëren. En ja, als je de eerste helft zag, ja, vond ik dat wij het ja, wel wat beter moesten gaan uitspelen in de omschakeling. Ik denk dat wij in de eerste helft niet heel veel hebben weggegeven. Maar ja, als je dan het vergelijkt in de tweede helft. Ja, in de tweede helft gingen we wat meer leunen op onze verdediging. We gaven geen pressie meer vooruit. Ja, dan speel je Rijnsburg wel wat meer in de kaart. Ja, dat deden ze op zich, vond ik, nog wel best redelijk. Alleen ja, je moet hem ook een keer afdrukken. Ja, en dan een beetje een raar gezegd, een zondagschot. Die werd van richting veranderd. Ja, dan hou je ze eigenlijk nog in leven. Terwijl je daarna misschien ook wel de wedstrijd of daarvoor de wedstrijd eerder had moeten beslissen. Nou, en daarin maken we echt hele verkeerde keuzes. Wat heb je gezegd in de rust? Want op dat moment sta je met 1-0 voor. Maar je ziet ook dat je niet zo makkelijk kansen creëert. Ja, dan moet je kiezen. Nou, we zijn in de rust hebben wij gewoon geprobeerd in ieder geval de kansen en bedreigingen te bespreken die ons team tegen dit Rijnsburg moet inkapselen of verzilveren. Nou, en het verzilveren dat was voornamelijk in de omschakeling dat we over hun contraliggende middenvelden gaan heen spelen. Nou, ik denk dat wij dat 4 of 5 keer prima hebben gedaan. Maar dan zit je toch weer in de laatste fase van de eindpaas. Nou, en dan zijn we heel erg slordig. Je hebt ook nog een aardige keeper staan, hè? Heb je hem nog een kusje op zijn handschoenen gegeven? Ja, maar het moet niet elke week zo zijn dat Ruben, zeg maar, liefst wel natuurlijk, maar dat Ruben, zeg maar, heel cruciaal gaat worden in onze wedstrijden. Kijk, ik ben blij dat hij er staat en ook goede reddingen pakt. Maar ik vind ook dat wij heel kritisch moeten zijn naar onze kansen die worden gemist. Jullie waren wat weggezakt. Nu door deze 3 overwinningen ga je, ik heb het nog niet helemaal uitgerekend, maar waarschijnlijk weer het linker rijtje in. Het staat allemaal dicht bij elkaar. Wat zit er nog in het vat? Nou ja, in het vat, dat zal in de toekomst moeten uitwijzen. Maar ik denk dat wij nu een prima stap doen om bij die laatste 4 weg te komen. En daar kijken we nog steeds naar. Ik heb ook tegen de jongens gezegd, 43 punten, dat moet je hebben. En we gaan kijken of we dat zo snel als mogelijk bij elkaar kunnen sprokkelen. Dankjewel.